Op het moment dat ik die foto in de boom wilde hangen, stond opeens Hello Goodbye Joris Lintzen voor me. Mag ik vragen wat jou bij de kerstboom brengt? Vroeg hij belangstellend. Lisbeth List! Van Vlieland! Roept hij ondeugend. Hij herkent Lisbeth wel, zonder make-up. Hij tilt erop, loopt met haar een stukje de zee in en zet haar op het bankje in de sloep. In gedachten zie ik Ramses Shaffy met dokter Paula op een zeilbootje staan. Ze zingen. Ze heeft alles wat ik in de oncoloog zoek. Vriendschap. Soms net zo onberekenbaar als kanker. 2 weken later staat een tijdschrift De Linda te lezen. Zangeres Lisbeth List leent pruik uit aan zieke vriendin. Wie heeft dat in godsnaam verzonnen? De strijd aangaan. Zeker zo'n brave mindful goeroe met een gebatik yogapakje aan. Met in zijn ene hand een kopje kruidenthee en wietolie. En in de andere hand baking soda met een citroenkuur. Strijden. Vechten. En wat gaan we tegen de mensen zeggen die overlijden aan kanker? Tja, het was ook nooit zo'n vechtertje, hè? Er wordt op mijn schouder getikt. Het is dokter Paula. Voorzichtig trekt ze de oordopjes uit mijn oor. En zegt, kom maar mee. Ik kijk er aan. Haar blik en intonatie zeggen genoeg. Ik weet al dat ik opgelucht kan ademhalen. De tumormarker staat op 60, Kitty. Waanzinnig goed nieuws, Kitty. Waarom zit jij verstopt in een plantenbak? Paula kijkt me aan met haar sprankelend bruine ogen en zegt, kom maar mee. Ik heb goed nieuws. Heb ik hartfalen door de pertuzimab en de Herceptin? Als ik thuis kom van Joris Kerstboom 2017, boek ik meteen een vakantie naar Menorca, zomer 2018. Want ik leef. Ik leef nu. In een tijd dat kankeronderzoek in een razendsnel tempo verder gaat. Ik blijf hopen.